Het is nu nog rustig op het kasteel, maar binnenkort is het hier natuurlijk groot feest. Want wat Sparta kampioen gaat worden van de Jupiler League staat als een paal boven water. In de komende 4 afleveringen van 7 minuten duiken we in de fantastische geschiedenis van deze mooie club. Dat doen we in de sponsorbox van VLS. En vandaag gaan we praten over het landskampioenschap van 1959. Dat doen we met Pieter Vries en Freek van der Lee. Meneer van der Lee, Sparta werd kampioen in het Olympisch Stadion tegen DWS in 1959. Wat is uw mooiste herinnering aan die dag? Ja, dat we met z'n allen om elkaars nek gingen bij de vierde goal. Ondanks dat het al 3-0 stond en dat het een gewonnen wedstrijd was, kwam die 4-0, die kwam er nog overheen. Nou, dat was één hoop spelers. En dat zijn er wel een in dat je zegt, ja, daar stond Sparta onbekend. Om zijn kameraadschap en om zijn fitheid in de selectie. En dat zag je bij die wedstrijd eigenlijk het meest voorkomen. Wat was nou, behalve dat hij jullie heel erg fit maakte, Dennis Neville, was het ook een goede voetbaltrainer? Of deden jullie dat vanuit je Rotterdamse zelf? Nou, ik zeg nee. Nou, dat was inderdaad zo. Kijk, tactisch liet hij het eigenlijk aan ons over. We werden gewoon op een militaire wijze werden we getraind. En je ziet het, het heeft ook geholpen. Maar als je zegt, was die nou tactisch? Echt als je nou ziet die training die je nu ziet, die voetbaltraining, die wij ook meegemaakt hebben, met bijvoorbeeld met Pieter Vissen. Ja. En we hebben nog eens een keer een Joegoslaaf gehad, die deed ons alle oefeningen voor. Nou, die werd gelijk weggestuurd, ja. Dat ging veel te goed. Ja. Want het ging alleen maar net, was het van daar lopen en zus lopen. Ja. Dat was echt, ik vond het niet, maar met mij veel hoor. Maar we hadden een conditie als een paard. En dat was ook een van de factoren waardoor we ook landskampioen zijn geworden. Want we waren niet te stuiten. Laten we eens naar de beelden kijken. Kampioenswedstrijd. Nieuwe fraaie combinatie van de Sparta voorhoede succesvol af. En dan staat Sparta met 3-0 voor. Ja, leuk dat je die nog terug ziet. Ik heb ze eigenlijk nooit meer gezien, jij? Dit? Heb jij dat wel eens gezien? Nee, één keer. Dit wel? Ik weet niet wie, waar zijn we toe geweest? Ja, Tony. Met meer jongens. Niet bij of bij Raymond of wat dan ook. Ja, dat was een. Dit was in 2009. Ja, kijk eens. Ach, god. Zeggen jullie alsnog de schaal? Ja. Kijk naar Tony. Ja, die wilde je niet afgeven. Die had hij gekregen, want hij was de aanvoerder natuurlijk en de oudste aanvoerder. Tony van Ede. Ja, en die had die schaal ze voor hem. Jij wou hem graag, hè? En die gaf hij niet af, hij is van mij. Ja. Hij is van mij. Toen liep jij nog zonder stok. 100.000 zitten er hoor. Zag ik. Maar in onze tijd zaten er 100.000 toch? Ja. Als ik het goed heb gezien, of niet? Ja, dat kan wel. Dat is al een poosje terug. Ja, jongens, dat zijn prachtige beelden. Zullen we even wat feiten uit de geschiedenis ophalen? Want als Feyenoord kampioen wordt, worden ze gehuldigd op de Coolsingel. Maar Sparta was de eerste club uit Rotterdam die op de Coolsingel gehuldigd werd. Ja, met paard en wagen. Met paard en wagen, in de koetsjes. Ja, dat was dezelfde dag. Hoor. Ja. Gingen gelijk door. Ja, we gingen gelijk door. Ja. Als we kijken naar 2016, hoe kijkt u beide daarnaar, naar dat elftal? Want u bent nog regelmatig op de tribune te vinden. Nou. Geniet u van het huidige Sparta? Ik vind het heel ontspannend hoor. We hebben wedstrijden zien dat we zijn jongen. Ja, dat was in het begin hè. In het begin, toen dachten we weer van het gaat weer. Ze draaien er toch langzamerhand een beetje op. Maar nu moet ik zeggen, ik zit soms te genieten. Het is hartstikke leuk en ik moet een compliment geven aan trainer Pastoor, hoe die dat er allemaal in heeft gekregen. Ze spelen met druk. Als ze een balletje kwijt zijn, gelijk proberen ze hem weer te veroveren. En ze spelen uitsluitend aanvallend. He, ik bedoel, al staan ze met 2-0 voor, ze blijven aanvallend spelen. Het spel verandert niet. Combinaties, prachtig. Conditioneel zijn ze heel sterk. Vooral die jongen die aan de rechterkant hier staat, ik weet niet. Dumfries? Ja, die vind ik, hij is een beetje wild. Hij loopt soms de tegenstanders gewoon ondersteboven. Maar wat hij doet. Dat is het enige waar ze op moeten trainen dan met die Humphries, dat is die eindpas. Ja, maar daar is hij nog jong voor. Hij gaat mee naar voren en dan is hij weer terug op zijn plaatsje en dan gaat hij weer mee naar voren. Zo gaat het constant en je krijgt hem niet stuk. Hij kan dat trouwens allemaal. Ze kunnen het volhouden tot de laatste seconde. En ik vind ook een compliment voor Breuer. Dat moet ik ook zeggen, hè. Die Breuer, die staat altijd op zijn plaats en die houdt die hele verdediging
Zeggen ze, hij is niet snel, maar hij heeft die snelheid. Ja, als hij snelheid had, ja, had dat nou, wel beter geweest. Maar hij heeft er een beetje niet nodig. Hoor. Hij kan best aardig lopen hoor. Ik ben het maar echt de originele snelheid, ja, die heeft hij niet. Maar, ja, maar als je ziet hoe hij die zich opstelt, joh, dat is onvoorstelbaar. Hij heeft alle ballen. En een compliment voor die jongen. Ja. Maar ik zeg, ze hebben leuke spelers. Ik moet zeggen dat ik van die combinaties geniet ik. Het is een soort, ja, ze hebben natuurlijk kunstgras tegenwoordig. En het is een soort zaalvoetbal wat ze spelen op, het, op dit veld. Ja, maar ze overdrijven het wel eens, Piet. Ja, maar... Net zoals afgelopen wedstrijd, dat de 8 man op de penalty shift staan. Dat ze er nog een 1-2'tje willen maken. Ja, maar dat doet Barcelona ook. Ja, nee, ja. Dank je de koekoe. Ja. Die nou, ik vind het een beetje anders. Ik vind dat maar wel, het is wel leuk. Ik vind het wel leuk tot het laatste moment de balletjes naar elkaar geven. Vrijdag 1 april, Sparta NAC. Ik weet niet zeker of ze dan kampioen worden, misschien een weekje later. Maar u bent erbij, Sparta NAC. Als er niks gebeurt, dan ben ik erbij. Ja. Wat zou er moeten gebeuren? Ja, je weet nooit. Stok kan breken. Bijvoorbeeld. Ja. Dan krijg je van mij een nieuwe stok. Nee, maar ja, natuurlijk ben ik erbij. Dus al, ja. Die is al 3 weken uitverkocht. Ja, maar je moet niet vergeten, iedereen wil van een toekomstige kampioen winnen, hoor. Dat hadden wij ook in onze tijd. Ja. Iedereen wilde van ons winnen. Maar dan moet jij ook weer op instellen. Hè, dus zeg niet van we doen dat wel even. Want je zal 100% aan de bak moeten. Dank u wel voor deze wijze woorden. Tot zover de eerste aflevering over Sparta op weg naar de titel. Morgen zijn we er weer. Dan gaan we kijken naar de promotie van 2005. Weet u het nog? Met Adrie van Tichelen en Danny Schenkel. Tot morgen. Hanno Jonkies, zie je nog wat jonger uit. Ja, maar iedereen. Ja, dat is heel mooi. Hoogtepunt in je loopbaan? Ja, eigenlijk wel een hoogtepunt in mijn carrière geweest, ja.